Sadly, I can't stay in this room. You'll never sway, and I have nothing left that I can think of to say. What do you want me to think of my thoughts? Bear it in mind. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Corrie Wameling van Eemland RTV. Sjaak van der Vries, aangenaam. Kom verder. Graag. Sjaak. Kun je mij zeggen waarom ik mijn kind juist bij jou op de Amalia Astro School zou plaatsen? Ja, nou ja, wat ik ervan hoor en wat ik zelf heb ervaren is dat de school een goede naam heeft opgebouwd door toch wel een stuk betrokkenheid wat men iedere keer weer uitstraalt naar kinderen en ouders, naar elkaar toe. Een hechte gemeenschap. Dat is één. Twee, we zijn een christelijke school. Daar zijn we aan trots op. Maar B, ook is het een... Iets wat telkens weer uitdaagt om te laten zien waarom, wat er dan zo christelijk is aan je school. En op de een of andere manier lukt dat kennelijk telkens om dat te vertalen naar deze tijd. En ik denk dat we dat zien? Nou, dan moet je zien. Dus dat, ik zeg, kijk, die christelijke verhalen, die Bijbelse verhalen zijn voor ons een inspiratiebron. Mm-hmm. Vooral om met kinderen bezig te zijn rondom normen en waarden. Hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met deze tijd, met alles wat op je afkomt? Het is in feite niet anders dan op een niet-christelijke school. En we merken gewoon dat de verhalen die we bijhalen, spiegelverhalen, dat kunnen gewone verhalen zijn, maar ook Bijbelse verhalen, dat geeft voor ons die extra inspiratiebron waar we trots op zijn, wat we graag hanteren en wat dus ook bij ouders aanspreekt. Want dat merken we gewoon, dat veel ouders aankloppen bij die school en dan zeggen van joh, ja, we doen er thuis niks meer aan, maar we vinden het toch wel fijn als mijn kind daar nog iets van meekrijgt. Dan kan hij later zelf kiezen of hij daar verder mee doorgaat of niet. Maar het besef dus dat je steeds meer kinderen in huis krijgt uit niet-kerk maar levende gezinnen, maar wel gezinnen die erachter staan, betekent dus dat je er heel op andere manieren mee om moet gaan, anders dan vroeger. En dat is ook een nieuwe uitdaging. Ik kan me voorstellen. Ja. Maar jullie hanteren ook LGF. Dus aanhalingstekens rugzak, wat betekent dat? Ja, dat is een landelijke wetgeving dat ervoor zorgt dat, dat heeft te maken met de operatie die destijds in gang is gezet, weer samen naar school. Met de bedoeling dus om steeds meer kinderen op die reguliere basisschool te houden in plaats van te verwijzen naar speciaal onderwijs. Daar zijn we steeds beter toe in staat. Alleen soms merken we dat sommige kinderen dan daarbij zoveel zorg toch nodig hebben. Dat we daar extra hulp voor in moeten roepen, materialen. Gehandicapten. Bijvoorbeeld gehandicapten, maar het kunnen ook kinderen zijn die op andere fronten uitvallen qua gedrag of psychische problemen, sociaal-emotioneel of qua leren. En dan kan je dus in aanmerking komen voor een rugzakje, LGF, leerlinggebonden financiering. Dus dan krijg je dus voor dat kind een hoeveelheid extra geld om ervoor te zorgen dat het kind wel op school kan blijven, maar dan met extra voorzieningen. Dat is altijd nog goedkoper dan wanneer je een kind echt op het speciaal onderwijs plaatst, want dat is een stuk duurder. Is er een wachtlijst? Ja, het is een wachtlijst, helaas wel. En dat is zowel voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden, als voor kinderen die ouder zijn, maar van een andere school komen vanwege dat de ouders hier naartoe komen verhuizen. Wat raad je ze aan om, wanneer kunnen ze zich het beste opgeven? 2 jaar van tevoren, 1 jaar van tevoren? Zo vroeg mogelijk, want dan noteren we alvast de naam. Kijk, inschrijven doen we pas vanaf 2 jaar. En dat is nog vrij vroeg eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment wil je wel zicht krijgen op hoe die leerlingenstroom gaat lopen. Oké, dus jullie hebben een heel goed overleg onderling. Ja. Om dat op te vangen. Zonder meer. Zodat het kind een plek kan krijgen. Ja, ja. Ja. Maar goed, we zijn niet druk bezig, maar gelukkig kan het even. Heb ik even tijd voor jou, Bas. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Alweer 60 jaar, dan ben je oud als je 60 bent. Ben jij 60 geworden? 6. Ik dacht, daar komt opa Bas. Ik denk al, waar is je stok? Maar je bent nog gewoon 6, tuurlijk. Ja, als je in groep 2 zit van de basisschool, ben je gewoon 6. Hè, Bas? Hoeveel leerlingen telt de Amalia Astro? Op de teldata van 1 oktober, jongsleden, hadden we 241 kinderen. En sindsdien zijn er natuurlijk weer nieuwe 4-jarige kinderen ingestroomd. Dus nu zitten we op de 254. En verdeeld over 10 groepen, dus dat is ongeveer 25 per groep gemiddeld. Dus de norm eigenlijk? Ja, ongeveer wel. Ja. De CITO-toets, die hanteren jullie ook? Ja.
En, kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, ik denk dat we blij mogen zijn met de manier waarop we hier omgaan met die CITO-toets. Ja, en dat is nodig, omdat er toch vaak een hele hype omheen hangt. Heel veel spanning. Waar dat vandaan komt, nou, in ieder geval niet van ons. Want wij zeggen altijd van, het is een tweede gegeven. Dus het belangrijkste voor ouders en voor leerlingen in groep 8, want daar hebben we het over, hebben de CITO-eindtoets, is toch wel datgene wat we na 8 jaar ervaring hier op een basisschool, na 8 jaar een kind volgen. Want we hebben een CITO-leerlingvolgsysteem, dat begint al vanaf de kleuters. Dus we hebben al zoveel informatie in huis, gaandeweg, rapporten. Je hebt een kind leren kennen. Dat wanneer je met elkaar als kind, ouders en school vindt van dat kind kan het beste naar die school toe, dan ben je er eigenlijk al uit. En dat advies wordt het al gegeven. En dan als extra bevestiging komt er nog een keer een CITO-toets achteraan. En nou, ik zeg al, dat is meestal een bevestiging van, zie je wel, het bevestigt datgene beeld dat we hebben. Brede school, dat zeg je wat, uiteraard, ja. Neem ik aan. Ja. Kun je mij daar iets over vertellen of jullie daar ook mee bij betrokken zijn? Nou, zeker. We begrepen dat de gemeente Baarn nu de studie in gang heeft gezet. In verschillende fases. Eerst het zuiden, dan het noorden en dan het centrumgebied. Dus ik vind het jammer dat wij als laatste in de beurt zijn. Daarom zijn we nu al ter plekke in onze eigen situatie aan het kijken van jongens, wat zou dat kunnen gaan betekenen voor onze school, voor ons schoolgebouw? Want we merken nu al natuurlijk aan de lijve dat ons schoolgebouw eigenlijk niet voorziet in datgene wat we aan onderwijs in deze eeuw moeten geven. Dus er zullen aanpassingen moeten komen, hoe dan ook. Wat zijn jouw wensen dan daar binnenin? Ja, kijk, als je denkt aan een brede school, dan denk je toch aan een schoolgebouw waarin je dus sowieso de kinderen ook voor en na schooltijd kunt opvangen. Dus dat je in goed overleg met een kinderdagverblijf of wat dan ook faciliteiten in je school zelf creëert om die kinderen in de school te houden. Maar ook andere naschoolse activiteiten kunt organiseren op het gebied van sport en muziek. Dus samenwerking met andere instanties. Maar dus vooral een gebouw dat daarvoor geschikt is. Nou, dat is nu in het huidige mooie historische schoolgebouw niet het geval. Maar daar moeten we dus over gaan nadenken. Jaak, ik wil je bedanken voor dit interview. En ik ben heel wat wijzer geworden. Dank je wel. Graag gedaan. Truthful love, that smile. I know it all lies. You show me just to prove that you don't need to lose it. Tell me I'm your fortress of desire. I'm in it with the lion. Need to set my own view and walk in my teeth. Ik zit hier naast Annemieke van Hartenveld, een ouder die haar kind, of twee kinderen, dat weet ik niet, dat is één kind, op de Amalia Astro school heeft zitten. Waarom juist deze school eigenlijk? Omdat ik deze school al ken vanuit het verleden. Ik heb zelf hier ooit op school gezeten en een ontzettend leuke schooltijd gehad. School een beetje blijven volgen. Ik ben in Baren blijven wonen en school blijven volgen. Ik ken de leerkrachten hier en het leek me erg leuk dat mijn dochter op dezelfde school zou komen. En daarbij vind ik het heel erg belangrijk om, dat ze naar een christelijke school ging. Dat is voor jou heel erg belangrijk? Dat was voor mij belangrijk. Het was niet de doorslaggevende rol. Want als het naar mijn idee geen prettige school zou zijn, geen leuke school, geen veilige school of hoe je dat ook wil noemen, dan had ik er niet hier op school gedaan. Dus dat zijn je bevindingen eigenlijk van deze school? Dat hoor je uiteraard ook van je kind. Ja, ik ben er zeer enthousiast over. Zij zelf is super enthousiast en daardoor ik ook. Dat kan ik me helemaal voorstellen. En op wat voor manier ben jij zelf bij deze school betrokken? Ik ben op dit moment voorzitter van de MR, van de Medezeggenschapsraad. En ik was al eerder lid geworden van de overblijfcommissie. Dat wordt hier geregeld door een aantal enthousiaste ouders, een achttal ouders. En mijn dochter blijft vaak over, dus ik vond het ook belangrijk dat het goed geregeld was en ook mijn steentje bij te dragen. Ik vind het leuk om als ouder mee te draaien op de school. Is er hier ook een voor- en naschoolse opvang? Er is nog geen voor- en naschoolse opvang. Dat gaat na augustus geregeld worden. Vanaf augustus, dat is wettelijk verplicht, hè? Dus dat is zo. Maar wel tussenschoolse opvang. Ja. En overblijven. Overblijven, ja. Ja. En dit wordt nu nog gewoon eigenlijk op vrijwillige basis geregeld? Vrijwillig verplicht, want als jouw kind overblijft op school, dan heb je de taak om een aantal keren per jaar over te blijven of voor iemand te zorgen die dat overblijven doet. Meestal zijn het de ouders zelf. Heb je ook heel goed contact met leraren en leraressen zelf? Ja hoor, gaat prima hier. Die staan, staan leraren vaak op het plein. Ze hebben daar een relatiesysteem in, dat de ene keer de ene leerkracht daar staat, de andere keer de andere. Dus op het plein
kan je gewoon een leraar aanspreken. Je hebt de normale 10 minuten gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Ja. En de bepaalde periodes in het jaar. En als je een leerkracht graag wilt spreken, is dat altijd mogelijk. Word je ook betrokken bij activiteiten? Ja, we hebben ook een ouderraad hier op school. Dat is per klas eigenlijk een of twee ouders die een aantal dingen met elkaar organiseren en ouders benaderen. Mm-hmm. En je kan aan het begin van het jaar aangeven of je een aantal keren mee wilt draaien daarin en wanneer niet. Als je zelf werkt, op welke dagen je kunt. Mm-hmm. En ik vind dat zelf ook heel leuk om dat zoveel mogelijk te doen. We zijn bijvoorbeeld een tijdje geleden gaan schaatsen met een groep 6, 7, 8 waren dat. Lukte dat nog? Dat ging prima, ja. Ze hadden zoiets, de winter die komt hier niet meer. Dus wij gaan naar de winter toe en we zijn naar de Vechtse banen geweest met een aantal groepen. En een flink aantal ouders zijn ervoor nodig natuurlijk. En er zijn heel veel actieve ouders hier ook op school, dat is erg leuk. Veiligheid. Zijn de kinderen hier veilig? Ik kwam hier aan, ik zie hier allemaal toch wel veel auto's. Het is vrij smal. Hoe gaat dat als de school uitgaat? Is dat goed geregeld? Het is wel goed geregeld in die zin dat ouders helpen bij het oversteken enzovoort. Maar je hebt waarschijnlijk ook gezien dat langs het kleuterplein een fietspad loopt. Ja. En dan net daarachter de auto's geparkeerd staan. En dat is heel erg lastig. En we zijn ook heel blij dat ik geloof afgelopen woensdag in de gemeenteraad toestemming is gekomen om het veiligheidsplan dat een aantal ouders en leerkrachten hier geschreven heeft, de veiligheidscommissie. Veiligverkeerscommissie. Kun je me daar iets meer over vertellen? Ja, dat zijn twee ouders die erin zitten en één leerkracht, als ik het goed zeg. Misschien ook twee, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Die hebben een plan geschreven. We hebben ook het veilig geschoolvignet op een gegeven moment ontvangen. Dat is afgelopen schooljaar geweest. Ja, ik was er al. Die hebben een plan geschreven hoe het veiliger komt om en nabij de school. Daar is ook heel veel aandacht aan besteed, ook door de leerlingen zelf een aantal dingen aan te leren. En de groep 8 hebben bijvoorbeeld gele kaarten uitgedeeld aan auto's die verkeerd geparkeerd stonden. Heel vaak ouders aangesproken, want net zoals overal zijn de laatkomers altijd die hun auto's op de stoep zetten. En dat is natuurlijk heel onveilig. Maar er is ook een plan geschreven. Ja. En dat is ingebracht in de gemeente. En dat is nu goedgekeurd dat in ieder geval het fietspad daar weggaat. Er komen wat meer parkeerplaatsen. En de hoek van de straat, er komen paaltjes te staan zodat auto's er niet meer kunnen parkeren. Want dat vind ik wel een groot en een moeilijk punt. Dat de eigen ouders van de school inderdaad, zelf blijkbaar zich niet verantwoordelijk genoeg voelen om hun auto daar niet neer te zetten. Het is moeilijk oversteken, merk ik zelf ook. Gelukkig. Ik hoor een zeer tevreden ouder en ik wil je bedanken voor dit interview. Graag gedaan. So give me a truthful love, that smile. I know it all lies, you show me just to prove that you don't need to lose it. You tell me I'm your fortress of desire. Ah, but is it a crime for me to say my own view and want them not to feel? So I run, but not too far. Hallo, ik ben Iris. Hallo, ik ben Pim. In welke groep zit jij, Iris? Groep 8. En jij, Pim? Groep 8. Jullie hebben computers op deze school. En krijgen jullie ook les op die computer? Ja, we hebben programma's, we hebben edu's. Wat is dat? Nou, daar zit je op een programma en dan daar krijg je dan zeg maar een soort les. Mm-hmm. Dan gaan jullie wel eens op schoolreisje, Iris? Ja, we gaan op schoolreisje en in groep 8 gaan we op kamp. Op kamp? Ga je dan een paar dagen weg? Ja, 3 dagen. 3 dagen. Oh, dat lijkt me heerlijk. Wat gaan jullie nou doen als jullie van deze school af zijn? Wat zouden jullie willen worden bijvoorbeeld? Wat zou jij willen worden, Iris? Ik zou graag juffrouw willen worden. Schooljuffrouw. Omdat het zo leuk is op deze school, denk ik. En jij, Pim, wat zou jij willen worden? Ik wil graag kok worden. Kok worden? Je houdt van lekker eten. Ja, is zo leuk om mensen te verwennen. Dus ik mag een keertje, als jij kok bent, mag ik een keertje bij jou komen eten? Dat is heel goed. Nou, dan heb jij je eerste klant binnen, dan kom ik bij jou. Ik vind het heel leuk om met jullie gesproken te hebben. En ik hoop dat jullie nog een hele fijne tijd op deze school hebben. En heel veel succes in de toekomst. Dank u.